De gemeente Breda kampt met een tekort op de begroting van ruim 25 miljoen euro. Zo'n financieel tekort heeft zich in de historie van Breda nog nooit voorgedaan. Dat staat in de jaarrekening die de kersverse wethouder Saskia Boelema woensdag presenteerde. Volgens de wethouder wordt het tekort vooral veroorzaakt door tegenvallende resultaten van het grondbedrijf als gevolg van de economische crisis. Breda verkoopt simpelweg te weinig bouwgrond.